Brown sugar babies. A one, a two, a you know what to do. Mijn opa, die ik nooit gekend heb, die leefde in de jaren 30 in Batavia en hij was jazz trompetist. Onder andere bij de roemruchte band Brown Sugar Babies. Nu, zoveel jaar later, reconstrueren we deze band in de voorstelling Brown Sugar Baby. Dus dat is een combinatie geworden van acteurs en jazzmuzikanten. Arrangementen gemaakt in de stijl uit die tijd, zodat het ook echt die band zou kunnen zijn geweest. Even stoppen. Als je het hebt over de jaren 30, dan is de klank iets wat we ons naar die tijd toe brengt. En die klank is altijd zo gegrepen. Ja, en het is gaaf om te zien dat die tijd heel energiek is. Nou ja, het is wel de uitdaging om het excitement wat je toen had bij het horen van die muziek, om dat nu weer invoelbaar te maken. Ja. Zij doen wap, bada, 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 en dan komen jullie erbij. Wap. Alleen die klap nog even doen dan? Ik doe wel zo. Wap. Je hebt de hele tijd op de achtergrond een radio waar een concours speelt, waarin iedereen speelt alsof zijn leven ervan afhangt. Dat concours speelt zich af in Indonesië, jaren 30, 2 uur 's nachts, om de Nederlandse luisteraar om 7 uur of om 8 uur in de avond naar het concours te kunnen laten luisteren. Komt-ie! De muziek is ook een motor van die voorstelling en dat vinden wij altijd heel leuk.